Twee niet-residerende ambassadeurs hebben vandaag hun geloofsbrieven aangeboden aan president Desi Bouterse. De plechtigheid vond plaats op het presidentieel paleis. Het gaat om ambassadeurs Sylvestre Aka, niet-residerende ambassadeur van Ivoorkust, en Soliswa Nomahatsanga Ngwevela, niet-residerende ambassadeur van Zuid-Afrika. Morgen zullen nog drie ambassadeurs hun geloofsbrieven aanbieden aan de president. De hoogleraar Jaap Doek heeft gisteravond in het Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, een presentatie gehouden over de aanbevelingen van het Vee- en Kinderrechtencomité van 2016 en wat de uitdagingen en mogelijkheden zijn voor Suriname. De aanbevelingen zijn in mei 2016 door het Vee- en Kinderrechtencomité gedaan, na de bespreking met een delegatie van Suriname over het rapport dat was ingediend door de Surinaamse overheid. Het rapport gaat over de implementatie van het kinderrechtenverdrag in Suriname. De hoogleraar gaat in op het doel van het kinderrechtenverdrag. Het is het meest geratificeerde verdrag in de wereld van de mensenrechten, want het is een mensenrechtenverdrag. De term kinderrechtenverdrag kan de indruk wekken dat het iets aparts is, dat er een aparte categorie rechten is en die alleen aan kinderen toekomen. Kinderen hebben in beginsel dezelfde rechten als alle volwassenen. Maar het verschil met de volwassenen is dat kinderen opgroeien in een setting, hopelijk een vader en moeder, in ieder geval mensen die erg bij hen betrokken zijn en hen opvoeden en verzorgen. En die spelen in het leven van die kinderen een rol en die spelen ook een rol als het gaat om het verwezenlijken van de rechten van kinderen. Ouders zijn ook in het kinderrechtenverdrag heel nadrukkelijk aanwezig. En regeringen van landen die zich gecommitteerd hebben aan de implementatie van dit verdrag, moeten ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders erkennen. Doek zegt verder dat 196 landen de implementatie voor het kinderrechtenverdrag hebben getekend. Amerika heeft dat echter niet gedaan. De hoogleraar vertelt wat de verantwoordelijkheid is van de Surinaamse regering ten aanzien van dit verdrag. En het parlement hoort een belangrijke rol te spelen bij toezicht op de naleving van het verdrag. En dus de regering ook met enige regelmaat ondervragen als het nodig is over: wat doe je precies met rechten van kinderen? Waarom is er op een bepaald terrein nog bijna of niets gebeurd? Dus ter verantwoording roepen. De regering zelf moet ook met de regelmaat van de tekort zijn eigen activiteiten evalueren om te kijken of het geld wat ze uitgeven ook inderdaad goed besteed wordt. Tegelijkertijd is standaard de verwachting dat elk land een onafhankelijk orgaan opricht dat toezicht houdt op de naleving van het verdrag. Want de politiek is de politiek en daar spelen allerlei factoren een rol. Belangen spelen een rol. En je moet naast de eigen verantwoordelijkheid van de regering ook een orgaan hebben wat toezicht houdt op de naleving van kinderrechten, maar ook de naleving van mensenrechten in het algemeen. Hoogleraar Jaap Doek, hij heeft gisteravond een presentatie gehouden over de aanbevelingen van het Vee- en Kinderrechtencomité 2016. Hij adviseerde dat er een speciale onafhankelijke instantie in het leven wordt geroepen die toezicht houdt op kinderrechten.